SWM niet eens met informatie vervuild drinkwater Brokopondo. Bewustwording over veganisch voedsel. En Amerika neemt nieuwe maatregelen tegen mensen dichtbij Maduro. Goedenavond, het is zondag 3 maart 2019. Welkom bij het STVS Journaal. De Surinaamse waterleidingmaatschappij weerlegde valse informatie over vervuild drinkwater in Brokopondo die wordt verspreid in de media. De SWM-onderdirecteur zegt verder dat het niet op waarheid berust dat de SWM vervuild water vanuit het Brokopondo stuwmeer distribueert naar huishoudens in het gebied. Hij geeft de garantie dat het water vanuit de locatie in het meer vrij van metalen is. Bovendien wordt het wateroppervlakte eerst gepompt naar de SWM-zuiveringsinstallatie en nadat het helemaal gezuiverd is, gaat het naar de huishoudens. De SWM-topper zegt dat in dit gebied gebruik wordt gemaakt van twee grote watertanks. Beide tanks zijn voorzien van een waterzuiveringsinstallatie. Paul benadrukt dat elk waterstation een streng proces ondergaat ten einde de upgrading te bewerkstelligen. Het zuiveringsproces wordt verder gemonitord. Indien er iets vreemds wordt geconstateerd, wordt er gelijk ingegrepen. Dat het water niet gefilterd wordt, klopt volgens de SWM-topper dus helemaal niet. Morgen vertrekt een reportageteam van de STVS naar het gebied en u krijgt dan later op de dag het verslag. Veganisme is de toekomst. Steeds meer mensen zien het voordeel in van deze levensstijl voor het lichaam en de natuur. Vandaag werd door Electric Food de vierde workshop georganiseerd. Giovanni Ravenberg, directeur van deze organisatie, vertelt wat deze workshop inhoudt. Zo wat veganisme inhoudt. Wat de voordelen zijn van veganisme voor het lichaam en voor ons milieu, voor de natuur over het algemeen. Bij vegetarisch eten worden er nog dierlijke producten gebruikt, alleen vlees wordt eruit gelaten. Maar bij veganistisch eten is alles plantaardig. Er zijn genoeg redenen waarom mensen besluiten om veganistisch te worden. Enkele nemen deze stap wanneer ze ziek zijn geworden. Volgens Ravenberg zijn er nog meer redenen waarom mensen besluiten om over te stappen. De eerste voor alternatieven voor optimale gezondheid. Veel mensen leven in een communicatietijdperk, dus veel mensen komen in contact met bepaalde artikelen. Als het nou fake news is of echt, het ligt aan je eigen intuïtie, je eigen logica. De manier waarop je omgaat met logica om voor jezelf te weten wat waar kan zijn en wat niet. En voor veel mensen is het zo dat ze in veganisme hel vinden wanneer het op een gezondere lifestyle aankomt. Er is ook te merken dat steeds meer mensen ervoor kiezen om deze workshop te volgen, aldus de directeur. Enkele deelnemers geven aan waarom zij ervoor hebben gekozen om mee te doen. Ik ben gewoon geïnteresseerd hoe je anders kan koken, anders kan eten. En natuurlijk voor een gezonde leefstijl ook. Ik wilde meer kennis opdoen over vegetarisch koken. Misschien zelf veganisch. Maar hangt er vanaf hoe het gaat. Ik ben bezig aan het afbouwen. Als het lukt, dan ga ik helemaal veganisch. Ik ben eigenlijk vegetariër. Ik was pescotariër. Dat is dus alleen vis eten. Nu ben ik vegetariër. Gewoon uit mezelf hoor. Geen bewuste keus. Maar ik sta er wel voor open om vegan lifestyle aan te gaan. De laatste tijden, maanden, heb ik veel gelezen, research gedaan over vlees eten. Waarom het eigenlijk niet goed is. En wat voor invloed het heeft op je lichaam. Dus dit zag ik als een hele mooie opportunity om te kijken om eigenlijk mijn kennis te vergroten. En natuurlijk ook wat meer recepten te leren om vegan te eten. President Bouterse heeft het strategisch plan voor gezondheid en welzijn in Suriname 2019-2028 in ontvangst genomen. Het staatshoofd ontving het strategisch plan uit handen van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Dit deed de minister in bijzijn van zijn directieteam op donderdag 28 februari jongsleden op het presidentieel paleis. Het ministerie van Volksgezondheid is de afgelopen 2,5 jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van dit plan. In het plan zijn 4 strategische doelstellingen opgenomen.
Een universeel mensgericht gezondheidssysteem voor Suriname, rechtvaardige, duurzame en universele financiering van gezondheid, middelen voor een efficiënt en effectief gezondheidssysteem, sterk leiderschap en goed bestuur in de gezondheidssector. Voor de volksgezondheidsminister zijn deze vier doelstellingen de basis waarop wij in Suriname moeten gaan letten voor een goede gezondheidssector. De Pan American Health Organization vertegenwoordiger in Suriname heeft toegezegd om het ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen in het houden van een internationale conferentie over hennepteelt. Minister Antoine Elias bracht vorige week samen met Boy Guardiola, voorzitter van het Nationale Advies- en Monitoringsorgaan Wetenschappelijk Onderzoek Hennepteelt, een bezoek aan de PAHO-topman. Hennepteelt voor industriële doeleinden is wereldwijd in opmars. Deze industrie kan ook grote voordelen hebben voor de Surinaamse economie, zoals Noorwegen en Canada in de voorlinie. Minister Elias hoopt dat met de ondersteuning van de PAHO naast goud en olie met industriële hennep kan worden toegevoegd in de diversificatie van de economie. De omstandigheden voor groei van de hennepplant zijn bijzonder goed in Suriname. Hier kan goed gebruik van worden gemaakt. Er zijn meer dan 50.000 toepassingen van industriële hennep, zoals voedsel, kleding, bouwmaterialen, cosmetica, bier, benzine, medicijnen en olie. Het streven is erop gericht om binnen een kwartaal de conferentie te houden. Het is belangrijk dat kinderen steeds meer leren over de revolutie. Vandaag werd er voor de kinderen van de Bijlhoutweg een kinderdag georganiseerd in het kader van de Dag van de Revolutie. Patrick Kensenhuis, die als parlementariër van het district Para aanwezig was, juicht het initiatief toe. Ik vind het een heel goed initiatief. Kijk, we zijn helemaal achterin van de Bijlhoutweg. En je ziet het, er zijn een heleboel kinderen die hier ook woonachtig zijn. En dat ze ook verstoken zijn van een paar van die mooie activiteiten die kunnen worden gehouden voor jongeren. En ik ben blij dat het initiatief is genomen om hier die kinderen vandaag bezig te houden. Dat er niet gewacht is geworden op 5 december, kinderdag, om alleen op die dag iets te doen. Maar je ziet het, vandaag, 3 maart, worden er activiteiten georganiseerd. De kinderen worden bezig gehouden. Dus ik vind het al bij al een heel mooie activiteit. En de mensen hebben het zelf gezegd, ze willen verder gaan met de jongeren. Ze met een aantal dingen bezighouden. Het is een goede bezigheid, waardoor die kinderen, waarvan ze verstoken zijn, dat ze het hier kunnen krijgen en dat ze dus verder gevormd worden. Deze kinderdag werd georganiseerd door de stichtingen Nene Avi en Movina Braza. Leandra Vreeser, bewoner van de Bijlhoutweg, tevens lid van de stichting Nene Avi, geeft aan dat er een grote groep kinderen in de omgeving woont, maar er is geen recreatie voor hen. Daarom wordt er hard gewerkt om een club te openen om meer activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. Na deze dag zijn we nog van plan om leukere dingen met de kinderen te doen. En in de zin van, we willen ook een bibliotheek voor ze openen. We krijgen kisten met boeken uit het buitenland van een andere stichting. We zijn ook bezig om misschien een plaats te zoeken, zodat we die kinderen elk weekend kunnen ontvangen om dan toch leuke dingen te doen. Want er zijn zoveel kinderen hier in de weg en deze weg wonen er meer dan 500 kinderen. En ze lopen die weg over straat, dus ze hebben geen activiteiten en leuke dingen om te doen. Dus vandaar. Sina Proeven is de voorzitter van Stichting Movina Braza. En zij laat weten dat het belangrijk is dat kinderen andere vaardigheden leren, zodat ze hun vrije tijd nuttiger kunnen besteden. Maar morgen day ook kom. Want we trekken alle de dingen in de zijwegen. Want ze zijn ontstoken van alles. We gaan op een pathfindergroep. We gaan op leerling, handen, arbeid. Want die dingen naar de nuance, maar niet lees morgen. Heer die dingen door je tap. Pardon. Tot zover het Nationaal Nieuws. Een goede school- en werkweek toegewenst.